Ja, hoi mensen, vandaag een nieuwe Let's Play. We gaan meteen beginnen met trainen, even dat jullie dat weten. Vandaag gaan wij Thunder Shadow naar level 15 trainen. Ja jongens, eindelijk. Thunder Shadow wordt level 15. Wie had dit gedacht? Ik eerlijk gezegd niet. Hé, het is een andere... What the fuck? Oké. We gaan dus level 15 trainen. Ik moet er nog een heel klein stukje. En ik zag net dat er een champ is. Dus gaan we maar meedoen. Ik weet nog niet echt welke. Golden Hills of Moorland. Moorland is altijd super druk en daar lag ik altijd heel erg. Dus ik denk Golden Hills. Maar als ik het opneem is het kerstavond. Dus misschien... I don't know. I actually don't know. Wat ik wel weet is... dat het voor jullie kerst is geweest. En dat ik reacties kreeg dat jullie graag Fanmail vrijdag weer terug wouden hebben. Dus ik ben van plan dat weer te doen. Maar ik ga dan eerst al deze mailtjes verwijderen. Alleen ik wil het niet elke vrijdag meer doen. Want dat vind ik gewoon niet zo leuk meer. En ik weet niet. Ik wil het iets anders gaan doen denk ik. Ik wil niet... Ik kan misschien wel elke keer nadat ik... Als ik bijna op het einde ben van de Let's Play. Dat ik dan nog een mailtje open of zo. Als ik alleen opneem. Want het is hier een beetje verbrand. Misschien is dat wel leuk. Laat maar weten of jullie dat leuk vinden. En dan doe ik ook nog Fanmail vrijdag. En dan doe ik gewoon alle mailtjes die ik heb. Goed idee? Ik denk wel dat ik van tevoren dan een mailtje uitgekiezen. Dat doe ik gewoon soms, niet altijd. Ah, nee. Ik was vergeten dat ik daar niet meer overheen kan springen. Ja, het kan wel, maar dan... Oh, anders had ik mijn record gewoon verbroken. 25 minuten. Oké, gaan we dat lukken? Dan kunnen we meteen zijn eerste champ doen. Ja, dat moeten we wel halen. Als we goed doorrennen. Op naar Moorland. Ja, zijn jullie al benieuwd welk paard we hierna gaan trainen? Oftewel, welk paard we dan de hele tijd mee moeten gaan nemen? Ik weet het al. Ik ben zelfs al begonnen met hem een beetje te trainen. Hij was al een bepaald level toen ik begon. En hij is nu level 5, kan ik wel zeggen. En ik weet niet, als jullie dit kijken, of hij dan alweer een hoger level is. Of als de volgende Let's Play online komt. Maar ja, daarna ga ik dus Thunder Shadow helaas verlaten. En wordt dat paard mijn nieuwe rijpaard. Ja, hopelijk kan ik die dan ook wat sneller uittrainen. Dan kan ik gewoon... doorgaan. Maar ja, nu heb ik natuurlijk vakantie, dus nu gaat het allemaal wel lekker snel. Alleen straks als ik weer school heb, weet ik niet. Want het scheelt gewoon echt dat ik vakantie heb nu, want dan kan ik gewoon een paar dingen achterwege, of ja, hoef ik niet naar school en zo. Dus kan ik ook wat leukere Let's Plays opnemen, samen met Anouk. En komen er natuurlijk ook wat meer Let's Plays online. Dus ja, I don't know. Ik hoop heel erg dat mij dat gaat lukken. Om dit paard misschien nog deze 2 weken uit te trainen. En daarna gaan we wel weer staan. Want ik vind het niet een heel leuk paard eerlijk gezegd. Maar ja, ik ga niet te veel zeggen. Want dan kunnen jullie al erachter komen welk paard het is. Ik doe trouwens even alle wedstrijden die ik vroeger ook altijd deed. Op deze manier. Dus hierna gaan we door naar Steve. Naar deze 3. Gaan we naar Steve. Ik weet dat daar ook nog wedstrijd is. En Nilmers Hoogland ook nog eentje is. Maar daar heb ik niet genoeg tijd voor. Dan doe ik hier. En dan hoop ik dat hij level 15 is. Want dan kunnen we wedstrijd rijden. En we gaan eventjes proberen. Ik wil graag al die prestaties vol gaan maken. Maar ik heb Golden Hills en Moorland allebei al gereden. Daarom maakt het niet echt uit welke ik ga rijden nu. Maar er zijn allemaal dingen zoals dat je zonder zadel moet gaan in de wedstrijd gaan rijden. Maar dat ga ik nog een keertje doen. Dat je bijvoorbeeld niet mag springen bij een bepaalde wedstrijd. Nou, die gaan we zo dadelijk doen, die wedstrijd. Dus dat komt goed uit. En ja... Oh, jammer dat ik waarschijnlijk deze highscore ook gehad als ik niet tegen die paal aan was gerend. Nee, daar heb ik niet genoeg tijd voor. Ik zit de hele tijd te kijken hoeveel moet ik nog. En misschien dat ik gisteravond heel iets langer door moet trainen. Maar ik wil heel graag dat andere paard alvast een stukje gaan trainen. Zodat het iets minder lang werken is. Maar ja, ik denk ja, ik wil het heel graag zeggen. Hoe ik mijn paarden ga trainen namelijk.
Zou ik het gewoon doen? Ja, waarom ook niet eigenlijk? Ik ga gewoon het hele lijstje af. Maar of er moet bijvoorbeeld echt een heel leuk paard zijn waarvan ik echt denk, zoals als stel we kopen Melly of zo, dan ga ik Melly eerst trainen, dan komt Melly voor. Maar we gaan het lijstje volgen, meer zeg ik niet. Ik weet ook niet welk paard na dit paard komt. Wel na... Je snapt het wel, denk ik. Maar het is dus kerstavond, jongens. Ja, voor jullie is het geen kerstavond natuurlijk. Dit komt een paar dagen later online. Maar ik vraag me af of jullie iets leuks hebben gedaan met kerst. Laat weten in de reacties. Heb je natuurlijk ook misschien al gedaan onder de vorige Let's Play. Dat was natuurlijk de kerstspecial. Oh, hoe dat hij lijkt. Ik ben trouwens met mijn moeder, daarom heb ik een andere achtergrond. Oh yes, ik heb 100 wedstrijden gereden volgens mij. Oeh, oké. Moet ik halen. Ik heb de wedstrijden hier al gedaan met dat ene paard. Hierna komt. In de volgende spel maak ik dus bekend wat het nieuwe paard is. Als die wedstrijd trouwens geen, of als die geen champ is. Ik weet nog niet wanneer ik die ga opnemen, die Let's Play. Maar deze kan pas op derde kerstdag online komen. Want hier heb ik niet genoeg, goed genoeg internet om dingen online te kunnen zetten. Dan weten jullie dat. Het is echt wel een wonder dat ik op Star Stable kan met ja, deze kwaliteit. Oké, cross. Oh, allemaal. Oké, op naar Steve's. Oh. Allemaal prestaties, jongen. Valleimeisje. Oh, die moet ik nog doen. Voor Pinta moet ik nog doen, maar ja. Hier, deze moeten we zo zonder te springen doen. Deze heb ik net gehaald. Oh, dit moet ik nog een keertje doen. Oh, controlepunten zijn... Oké. Ja, ik zit nog op de weg. Deze heb ik net gedaan. Je eigen topscore verslaan. Oh, de chips wordt uit de laag getrokken. Oh, heb je Doritos? Ja. Ja. Oeh, daar heb ik echt zin in nu, joh. Mama, ik heb helemaal niet dat ik echt denk, oh nee, ik heb honger. We gingen vandaag echt heel vroeg eten. Die video hebben jullie... Oh, die staat volgens mij... die komt volgens mij nog online. Ik weet niet precies, misschien was het tegelijkertijd online. Shoplog van Indraf. In de auto. Oh. Zag jullie dat? Dus dat is lachen. De shoplog. Hebben we in de auto gedaan. Nou, we hopen dat het geluid een beetje goed is, maar ik denk het wel. Maar, ja, we hebben wel weer een paar leuke ideetjes. Oh, vrijdag gaan we zoiets leuks doen. Oh, dat is morgen voor jullie. Oké, nu weet ik wanneer welke Let's Play online komt. Als het goed is, komt er zaterdag nog een Let's Play online. En dan weer maandag. Klopt dat? Ja, zoiets. Oh, ik moet nog heel veel uittypen. Oh, ik moet ook nog iets voor school doen. Ik moet iets lezen. Oh. Echt iets heel stoms. Oh, dit was een goed recordje. Oh jongens, ik ben echt bang dat we het niet gaan halen. Ik ben echt heel erg bang dat we het niet gaan halen. Oh, dat zou echt heel erg zijn. Dat ik gewoon eigenlijk iets beter moet beginnen, denk ik. Ja, of ik moet alle... Nee, deze gaan we een keer doen, dan zonder te springen. Ja, dit soort onzin. Dit zijn eigenlijk onzinwedstrijden, want deze zijn niet zo voor heel veel XP. Dus eigenlijk moet je allemaal wedstrijden doen. Voor veel XP. Oké, hier mogen we niet springen. Als het goed is, kan dat.
Oh, hier spreek ik normaal. Ja, moet wel, toch? Zoveel is dat nog niet. Niet meer. Oh, hij lekt. Ja. Oh, je springt ook altijd. Dan op je zien pas hoe vaak je eigenlijk springt. Oh jongens, ik denk dat ik een nieuwe webcam wil gaan kopen. Maar moet ik eerst even sparen. Hier springt ook altijd. Dus ja. Oh, je kunt makkelijk niet springen bij deze. Oh, dit is wel wat lastiger stukje. Ja. Eens kijken of ik er nou sneller over heb gedaan. Oh, niet als die lekt. Huh, ik heb een record bereikt. Oh. Oh, ze loopt mee. Maak ik ook alweer hartje? Oh, ik weet het nog. Zet je alt 4. Zou wel lachen als ze zouden zeggen dat je hier niet mag springen. Dat kan helemaal niet. Wel echt typisch iets voor Star Stable trouwens. Dat ze eigenlijk gewoon een soort bugger in hebben gemaakt dat je er langs kan rennen. Dat zou wel lachen zijn. Ik denk dat we het bij de volgende wedstrijd gaan halen. Even kijken. Oh. 250 plus 172 is 7. Het zou moeten. Nee, net niet volgens mij. Oeh. Naar. Drop Top. Oh, dat is een leuke naam. Drop Top. Nee, zo kun je het naar Hard Top. Ik heb nu nog... Deze was 250. We missen al serieus 100 XP of zo. Oeh, we krijgen zo dadelijk... te horen dat we nog 10 minuten de tijd hebben. Maar ja, dat lukt wel. Oh jongens, dan hebben we zodat ik eindelijk Thunder Shadow level 15. Yes! Daar ben ik echt heel erg blij mee als het eindelijk gaat lukken. Dus daar ben ik echt heel erg blij. Dan kunnen we gewoon eindelijk door. Dan ben ik eindelijk van mijn schuld af. Wow. Dum, da, 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 da. Dum. Oh, niet mijn huisgoed verbeterd, maar dat was logisch na die rare...
Ik vind het echt raar. Deze wolken zien er best wel starstable-achtig uit. En dan heb je die wolken. Eens kijken of het nu eindelijk gaat lukken. Nee. Ga er maar af. Ja, zo waard. Oh, wat? Wat heeft ze iets gezegd? Ik accepteer geen vriendschapverzoeken nog, jongens. Binnenkort weer. Kijk, dit bedoel ik, hè. Dat is echt heel erg zonde. Eén wedstrijdje. Doe wel eventjes eentje wat minder XP. Stel dat ik dan nog wil trainen. Dan kan ik die 250 XP ervoor gebruiken. Want ik heb maar 100 van deze nodig. Vertellen. Of wel. Oh, vanochtend was wel grappig. Ja, was een beetje grappig. Melly ging bokken. Dat vond ik niet leuk. Maar ik dacht dat het aan het zadel lag, dat het verkeerd lag. Want die ligt ook een beetje verkeerd, dus ik heb hem iets anders neergelegd. 10 minuten, jongens. Maar dat moeten we halen. We zijn super dicht bij de Golden Hills. Dus toen ging ze bokken in de draf en zo. En toen uiteindelijk heb ik het zadel eraf gehaald. Ging ik even anders zitten. Ging gewoon in zadel zitten. En toen ging het best goed. Het ging nog een paar keer bokken. Maar ja, toen heb ik gewoon de hele tijd zonder zadel gereden. Dat was echt super leuk. We zijn dus naar Ebbery geweest. Ik heb een nieuwe jas gekocht. Voorbij de paardjes, maar ik denk dat ik ook gewoon naar school ga doen. Ja, vest eigenlijk meer. Hé, hey, weer een persoonlijk record. Oké, jongens. We hebben het eindelijk gedaan. Thunder Shadow is level 15, jongens. Yeah. Finally. Wow, weet u nog dat vorig jaar begonnen met toen hij level 3 was? En nu is hij eindelijk level 15, jongens. Zo. Mocht ook wel eens een keertje, hoor. Ik ben echt blij. Hij is eindelijk level 15. Yes. Ziet er ook veel beter uit nu. Om een, als je me gaat inspecteren. De enige reden waarom ik hem level 15 ging trainen. Ik vond het een beetje zonde om te verkopen. Ik heb al zo vaak gedaan... dacht ik dan nog even verkopen, maar ik vind hem nu eigenlijk best leuk geworden, omdat we zoveel op hem hebben gereden de laatste tijd. Dus ik ben blij, jongens. Ik ben blij. Weet je wat ik trouwens wel een beetje jammer vind aan Star Stable? Is dat alles zo dicht op elkaar zit. Als we dat nou iets anders hadden gedaan... Maar ja, weet je, ik snap het aan de andere kant ook wel weer. Dus ben ik nou de enige die hierheen gaat? Ik weet niet. Ik zie jullie in ieder geval zo dadelijk weer. Tot zo. Ben ik weer. Bauke heeft zijn speeltje weer gevonden. Bauke! Bauke! Niet zo piepen! Oh, gaat die kwispelen hoor. Is Bauke blij? Piepie! Hij is echt gek. En in ieder geval, er zijn allemaal mensen. Er zijn nu toch wel mensen. Maar echt niet veel. Maar ik denk... Ik wou haar trouwens even compliment geven. Ze heeft haar paard al uitgetraind. Lekker bezig. Ik wou dat ik dat soort dingen kon. Maar dan zit ik super lang achter Star Stable. Dat is misschien wel een beetje overdreven. Je ook dat de poppetjes zitten wel stil. Ik vind het wel knap hoe dat deze paarden gewoon zo goed doorlopen.
Waarom doen mijn paarden dat niet? Oké, okay, we gaan zaterdag af even naar de film, dat jullie dat allemaal even weten. Oké. Okay. Jongens, het spijt me als ik dat ik niet ga praten dus nu. Maar ik moet me even concentreren. Eens kijken of we nog iets naar binnen kunnen halen. Ik was hier laatst derde geworden, jongens, dus ik verwacht wel winst. Misschien wordt hij nog Thunder Shadow wel gewoon bij zijn eerste wedstrijd. Derde. Oeh. Hey, er is maar één groep. Oh, niet vastlopen nu, computer. Oh, laatst had ik dat wel, hè. Hadden we Let's Play opgenomen. Hadden we echt superleuke dingen gedaan. Ik in de noek. Loopt mijn computer vast. Nou, als een van hun nog faalt, dan wordt Thunder Shadow misschien wel gewoon tweede. Op zijn eerste champ. Oh. Nee, iemand haalt me in. Oh, hè. Huh? Oh, diegene doet niet mee, denk ik. Of wel? Nee. Huh? Dat is wel raar. Oh, jawel. Zal wel. Oeh, Jut. Opletten, opletten, opletten. Misschien is zij gefaald, maar denkt ze, ik ren gewoon door. Oh, die mensen zitten wel heel erg achter me aan. Straks voor Thunder Shadow gewoon echt derde. Dat zal wel echt heel erg cool zijn. Dan ben ik echt blij dat ik deze champ heb gekozen en niet de Moorland champ. Oh my god, oh my god. Wat? Nee! Nee, 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 nee. Nee. What the fuck? Oké. Hoe? Ik vind jou niet aardig. Hoe kan dat? Dat kan dus echt niet, jongens. Zij race super ver achter mij. Ik weet niet hoe zij mij heeft ingehaald. Echt waar. Dat vind ik echt niet leuk. We waren gewoon derde. Stomme. Ik ben heel erg boos nu. Nou jongens, dit was de display. Is het trouwens nog een nieuwe wedstrijd? Nee. Jammer. Dit was het spel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vind het leuk dat Thunder Shadow level 15 is geworden. Ik vind het leuk dat hij de hele tijd derde was. Tot op het laatste moment. Dat klopt dus echt niet. Ik wil je niet zeggen dat je hebt gecheat of zo. Maar het is wel opeens heel random dat je echt op het laatste moment opeens vierde bent geworden. Terwijl ik niet ben gefaald of zo. Dat moet niet officieel gezien niet kunnen. Maar hey. Maakt niet uit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En ik hoop dat jullie bij de volgende video. Doeg!